aanvang wedstrijd. Die 15 van jou, die moet ik even normale woord gebruiken. Hé, gefeliciteerd, man. Dankjewel. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Mooi, man. Dat ging lekker. En snelle spits hier zo. Dankjewel. Ja, die ging echt. Mag ik wel even wat voor de camera geven? Gewonnen 3-0. Hey. Ja. En jij bent even naam? Nou Henk. Henk, oké. Okay, ja. Ik heb nog niet vaak mee zien doen, zeg maar. Nee, dat is ook... Ik doe als gast mee. Oké, okay. Ja. Dat doet hartstikke goed. Nicky, goed gespeeld. Twee goals. Ja. Begeert een oude. Yes, ja, bekend natuurlijk. Ja, van voetbal. Hey, wat vind je van het niveau hier op deze oranje dag? Nou, het valt me niet altijd tegen. Ja. Mensen denken natuurlijk altijd dat mensen die een bepaalde handicap hebben, dat ze dan moeilijk kunnen sporten. Maar ik heb jongens gezien die een arm misten of deel van een arm misten. En als ik dan kijk wat ze daar nog mee kunnen, dan vind ik dat heel erg knap. Ja, ik ben het helemaal met dat je wist eens. Ik overigens al, hè, want ik kom al... Zolang de G-voetbaldag in Barendrecht is, misschien al 25 jaar, heb ik daar heel vaak aan meegewerkt. Dus ik weet dat wel, maar het is altijd weer leuk om te zien. Hartstikke tof om te horen. En wat is de reden dat je hier al 25 jaar komt? Bij het G-voetbal? Ja. Nou, omdat het denk ik iets ook is voor de jongens en die meisjes die dan aan het voetballen zijn. Weet je, die zien ons op televisie. En daar kijken ze ook wel eens tegenop, ondanks dat dat helemaal niet nodig is. Maar als je dan die mensen blij kan maken door er gewoon alleen maar te zijn en plezier te maken, dan is dat een nul moeite. Dus vandaar dat ik daar heel vaak geweest ben. Ja. Vind ik mooi om te horen. Hey, bedankt voor je bijdrage en geniet nog van de wedstrijd. Goed man. Yes.